Aanlegonderzoek en het persoonlijkheidsonderzoek. Wat wil dat zeggen, mensen? We zijn nieuwsgierig naar een aantal zaken die jullie betreffen. We willen weten of je... De opleiding tot officiervlieger is zwaar en kostbaar. Niet iedereen is daarvoor geschikt. Vandaar dat er veel aandacht wordt geschonken aan de selectie van kandidaten. Een psychologische selectie omvat een intelligentiecapaciteitenonderzoek en een persoonlijkheidsonderzoek. Dan volgt een uitgebreide algemene medische keuring. Wordt zo beter? Als dit alles met succes is doorlopen, volgt een vliegmedische keuring. In hoeverre je aanleg hebt voor vliegen, wordt bekeken met behulp van een simulator en in de praktijk getoetst in een echt vliegtuig, de Slingsby. Goedemorgen. Morgen. Oké, bedankt. Niet voorwerken, pas als het opgenoemd is, hè? Mm-hmm. Dat je zeker weet dat je alles hebt. De meest geschikte kandidaten mogen met de opleiding beginnen. De elementaire vliegeropleiding bestaat zeker niet alleen uit vliegen. Er wordt ruime aandacht besteed aan de militaire aspecten van het beroep. Vast. Voor 30 seconden. Blijf hangen, kom aan. 9, 10, 11. Hoge eisen worden gesteld aan discipline, initiatief en doorzettingsvermogen. Eigenschappen die zowel tijdens het vervolg van de opleiding als tijdens het latere werk als officiervlieger onontbeerlijk zijn. Vreselijk grote fluctuaties vertonen en de enige manier waarop je dat kunt opvangen, je bent dan eigenlijk onder kritische omstandigheden aan het vliegen
En de enige manier waarop je dat kunt opvangen is dus inderdaad door continu een gemeentewaarde op die positie te krijgen. Niet alleen aan de koppen van de paal. Request taxi, Diamond 12. Diamond 12 taxi, runway 25 QNH 1018. Runway 25 QNH 1018. Diamond 12. Denk erom, eerst clear takeoff. Dat is het meest belangrijke en dan de wind. Dat is minder belangrijk. Het is allebei belangrijk, maar het gaat hier om een hiërarchie. Begrepen? Ja. Dus nog eens. Clear takeoff, Roger on the wind, Diamond 12. Roger. Canopy as you guide, battery off, generator off. Oké, prima. Engine fire in the air. Throttle off, APM selector verder. Firewall shut off, close. Boost pumps off. Airflow control, close. Heating control, cold. Zonnig. Het wordt weer wat heiig, want de wind gaat er weer wat uit. Maar geleidelijk aan gaat die wind weer naar het noordwesten toe in de loop van de middag en wordt er weer schoner. Een moment waar iedere leerling naar uitziet, is de dag waarop de praktijklessen beginnen. Na de final checks is het zover. Het toestel waarmee wordt gevlogen is de Zwitserse Pilatus, de PC-7. De vliegeigenschappen van dit toestel zijn zodanig dat de basis wordt gelegd voor een succesvolle overstap naar straaltrainers.
Hij 89 kilo, dus... Ben je rek af? 2-1! Ook dit vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding tot officier-vlieger. Survival, escape en evasion. Doel? Het overleven in de natuur, het ontwijken van de vijand en het terugkeren naar de basis. Na deze fase van de elementaire militair vliegeropleiding wordt de opleiding gescheiden voor de jacht- en helikoptervlieger. Dus plan je downwind afstand. Verder moet je natuurlijk rekening houden met de windlimiet van de kist. Dennis, wat is die? 18 knopen. 18 knopen, heel goed. Dan gaan we nu als laatste nog even de uitvoering bekijken. We beginnen met de inzet en gelijktijdig draaien. Vleer, 60 knopen in de bocht. Zorg dat je toeren maximaal 420 zijn. Plannen de bocht zodanig dat we op veilige hoogte uitgerold zijn. De weet op 200 voet aangedeeld, 60 knopen en gecorrigeerd voor de lift. Afwerken doen we natuurlijk als een normale rechtuit autoritatie. Gaan we nog even kijken op de film. De flare. In de bocht blijven draaien, zorg voor de backpressure. Gas gaat dicht. De flare. Zou de 4-5 de Joyce uit hier. Zoals de controle af. Roger, 4-5-2, request naar het geld. Hij ziet, gaat vrij snel, hè? Ja, zeker. Bij het algemeen laag vliegen, vliegen we op één constante lage hoogte met een constante snelheid. Nadat de leerling helikoptervlieger de voortgezette vliegeropleiding op Woensdrecht heeft voltooid, volgt de helikoptervliegeropleiding op de vliegbasis Delen. Bij slagen wordt het groot militair brevet uitgereikt. Je bent er dan nog niet, want er volgt nog een opleiding tot luchtwaarnemer, waarna de eerste tactische beginselen worden bijgebracht in de elementaire tactische helikoptercursus. Na de ruim 10 maanden durende elementaire vliegeropleiding wordt de opleiding tot jachtvlieger voortgezet in de Verenigde Staten van Amerika. Vlakbij de Texaanse stad Wichita Falls ligt Shepard Air Force Base, waar de United States Air Force in samenwerking met een aantal Europese NATO-landen de opleiding tot jachtvlieger verzorgt. Hartelijk welkom op Shepard Air Force Base. In de eerste plaats natuurlijk de heren die hier de opleiding gaan volgen. Maar in de tweede plaats ook de dames. Ik ben verheugd dat ik... Much self-explanatory, that means it's not working. When you put it in main, that means that you're listening only on the main frequency that you dial up here. And when you go to the above position, then you're listening and talking on this frequency that you have here for the preset. Een forse hoeveelheid theorie en 123 vlieguren op de trainer T37
maken de leerlingvlieger vertrouwd met het vliegen in een straaljager. Keihard werken, lange dagen en weinig vrije tijd zijn de kenmerken van deze fase van de opleiding. Okay, today is going to be your big day. You're going to go solo. I looked in your grade book. It looks like you covered all the items and you're ready to go. Mm-hmm. We got a gorgeous morning. It's nice weather, so you should be all set to go ahead and fly. Let me see. We'll have to go through the briefing here for your solo. Go ahead and open up the in-flight guide. Een geslaagde solovlucht wordt traditioneel afgesloten met een nat pak. En als dan ook de andere onderdelen van deze fase met succes zijn doorlopen, is er even tijd voor een uitstapje. De leerlingvlieger verblijft nu ongeveer 30 weken op Shepard Air Force Base. Er volgen nog 26 weken voortgezette opleiding op de T-38 Talon. Met dit supersonische vliegtuig wordt onder meer instrumentvliegen, navigeren en formatievliegen beoefend. Na veel studie en 137 vlieguren zit ook de voortgezette opleiding erop. Voor de laatste keer passeren instructeur en leerling de plaats waar de wings al 12 maanden klaar liggen. Als achtereenvolgens het Amerikaanse diploma en het Nederlands groot militair brevet in ontvangst zijn genomen, mag de leerlingvlieger zich voortaan jachtvlieger noemen. Dat je je na de opleiding op Shepard Air Force Base jachtvliegen mag noemen, wil niet zeggen dat je elk jachtvliegtuig mag besturen. Zo moet je voor de F-16 nog naar een conversiecursus in Tucson, Arizona. De conversiecursus vindt plaats bij de Air National Guard op Tucson International Airport. The F-16 radar scope over here. A dual instrument that allows us to look at both TV munitions, like the Maverick, as well as the radar symbology. And of course it's got a number of different presentations on it. De cursist leert de basics van de F-16. Wat doet een F-16? Wat kan een F-16? De praktijk wordt geleerd op zogenaamde deeltaaktrainers en een vliegsimulator. You're just about to reach over and check your gas and all of a sudden this happens. So what are you going to do? Okay, we'll maintain level flight and check what lights are on. Okay, which is the most important light we need to take care of? The dual FC Philly light. Okay, let's take care of it. Ook in het dagelijks leven wordt grote zelfstandigheid van je verwacht. Je werkt zelf aan een goede gezondheid en een uitstekende conditie. Het grote moment komt als de eerste missies worden voorbereid. Clear for takeoff. You line up next to each other. The wind is coming from the right. So we line up like this. Al na 3 vluchten volgt de eerste solovlucht, waar de cursist voor het eerst in een F-16 eenzitter airborne gaat, op de voet gevolgd door de instructeur in een andere F-16. Yeah.
Na een veilige landing krijg je de felbegeerde Amerikaanse F-16 badge en worden de verdiende gelukwensen in ontvangst genomen. Na de algemene conversie volgen nog de air-to-air conversie, waarin de basistechnieken van het luchtgevecht worden beoefend, en de air-to-ground conversie, het leren aanvallen van gronddoelen. Na ongeveer 5 maanden, 43 missies en 56 vlieguren zit de F-16 conversie erop. Dat wil zeggen in de Verenigde Staten. Want in Nederland moet nog de theaterconversiecursus worden gevolgd om de vliegers voor te bereiden op vliegen onder zeer moeilijke omstandigheden in het drukke Europese luchtruim, onder weersomstandigheden die zelden lijken op die van het zonnige Arizona. Roger, radar contact about 2 miles in the south and report 3000 feet. Na de initiële opleiding wordt de helikoptervlieger geplaatst bij een van de operationele squadrons. Hij is nu operationeel vlieger. Afhankelijk van het vliegtuigtype valt er nog veel te leren. Zoals instrumentvliegen, een voortgezette tactische helikoptercursus of een zogenaamde night vision goggle opleiding. Pas na een intensieve training en vele vlieguren mag je jezelf een ervaren vlieger noemen. Ook de jachtvlieger heeft de weg naar de top nog niet afgelegd als hij terugkomt uit de Verenigde Staten van Amerika. Training in de simulator en in het Europese luchtruim maken hem pas echt tot een operationeel inzetbare jachtvlieger.